De 31-jarige Kiara is wetenschapper en woont bijna 6 jaar in Amsterdam. Ze heeft haar kinderwens laten varen vanwege de klimaatproblematiek. Even if I want to be a mother, which kind of mother I am, if I have a son or a daughter in a planet that is gonna be inhabitable. Ze is bang voor voedseltekorten, overstromingen en klimaatoorlogen. I feel selfish to put a creature here with a dire situation we expect. AT5 sprak meer Amsterdammers die geen kinderen willen omwille van het klimaat, maar die wilden er niet graag openlijk over spreken. Kunstenares Tinkerbell wel. Zij deelt de angst en ging nog een stap verder. Ze liet zich steriliseren. Dat is een hele heftige opoffering. Tegelijkertijd geloof ik echt dat dit probleem aan de hand is. En ik zou niet over mijn hart kunnen verkrijgen om een kind op de wereld te zetten in de wetenschap dat ik dat kind straks geen eten kan geven. We know that the way to reduce the carbon footprint is to have less children. Maar hoe belastend is een kind krijgen nou precies voor het klimaat? We leggen het milieufilosoof Mark Davidson voor, die het onderzocht voor de UvA. Het is vrij evident. Een extra kind op deze wereld is een extra persoon. Dus meer kinderen krijgen betekent gewoon dat je je eigen impact die je hebt verdubbeld. Davidson wijst op een stuk uit het Britse dagblad The Guardian, waar ze via een infographic laten zien hoe milieuvervuilend het krijgen van een kind is vergeleken met andere milieuvervuilers. De keuze om een extra kind op de wereld te zetten eigenlijk orders van grootte groter is dan de keuze om een intercontinentale vlucht te maken of helemaal plantaardig te eten. Toch vindt de milieufilosoof geen kinderen krijgen veel te radicaal. Al vaker in de geschiedenis hebben mensen uit angst geen kinderen willen krijgen en dat bleek toen niet nodig. Bijvoorbeeld vanwege de angst voor de kernoorlog in de jaren 70, 80 als ik het goed heb. Toen er angst was voor een mondiale oorlog of kernoorlog, vooral tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, Rusland. Vind je steriliseren dan niet een stap te ver gaan omdat je niet weet of er een oplossing komt? Nou luister, de reden waarom ik mij heb laten steriliseren is dat ik een film wilde maken waarin ik de uiterste consequentie van dit probleem wilde laten zien. Dus de uiterste consequentie is, we kunnen geen mensen meer voeden, dus feitelijk is er geen ruimte meer voor nieuwe mensen. En dat ik dat heb gedaan heeft als resultaat gehad dat er beleidswijzigingen zijn doorgevoerd en we fosfaat nu moeten gaan herwinnen en hergebruiken. Dat er iets moet gebeuren, daar is de UvA-onderzoeker het wel mee eens. Daarom vindt Davidson dat meer dan 2 kinderen krijgen in deze tijd niet verantwoord meer is. Ik denk gezien het aantal mensen wat er al op deze planeet rondloopt en dat dat aantal een van de factoren is waarom we tegen de milieugrenzen aanlopen, denk ik dat je toch nog even achter de oren moet krabben op het moment dat je besluit meer dan 2 kinderen te nemen. So if you're thinking about it, just try to have 1 less, you know. And but it's my personal opinion. So I think this is it's a discussion that needs to be open, and that's why we need to talk about it more.